In het schijnsel van enkele kleine lampjes liepen we voorzichtig door de lange gangen, op zoek naar Sautin, die ergens in deze abdij lag te sterven. Af en toe drukte ik een oor tegen een deur om te horen of er iemand binnen was. We vermoeden dat de meeste monniken inmiddels naar bed waren. De dag begon immers alweer vroeg. Helaas leek het erop dat we die avond geen verdere aanwijzingen zouden vinden omtrent de kamer waar Sautin zich bevond en konden we moeilijk overal aankloppen. Ook wisten we nog niet of de abdij een hospitaal bezat. Ik hoorde de prior zachtjes en iets onverstaanbaars mopperen. Via een lange wenteltrap kwamen we bij de kapel. Ik opende zachtjes de deur en keek naar binnen. Tot mijn grote verbazing zag ik in het schijnsel van een kaars, in een van de zijbeuken, de abt zitten. Deze draaide zich om, kuchte een keer en zei... Ah, daar bent u. Ik dacht al dat u de dag met een gebed wilde afsluiten. Dat is in uw congregatie toch ook gebruikelijk? Niet alleen in onze congregatie, maar ook voor ons persoonlijk. De abt draaide zich weer om en ging verder in zijn gebed. We hadden geen andere keuze dan ook neer te knielen. Ik vermoedde dat de abt wist dat we Sautin wilden spreken, want hij bad buitensporig lang om ons waarschijnlijk zo de tijd voor een gesprek met de oude monnik te ontnemen. Af en toe keek Dussault even om naar ons. Ik fluisterde de prior in het oor dat Père Luxorius de abt mogelijk had geïnformeerd omtrent onze vragen naar Sautin. Eindelijk beëindigde Dussault zijn gebed met een ferm kruisteken. Met een zacht steunen kroop hij uit de bank en liep op ons toe. Ik besloot hem te provoceren. Père Dussault, ik weet dat het al laat in de avond is, maar kunnen we Père Sautin nog te spreken krijgen? Weet u, hij was volgens Père Justine echt goed op de hoogte van de Mariologie. Ik weet dat u liever niet heeft dat wij hem raadplegen, maar voor ons kan hij een speel zijn in ons onderzoek. Ik durf te wedden dat ook Père Sautin, al is hij ernstig ziek, er geen bezwaar tegen zal hebben. We weten hoe devoot hij is en hij zal daaruit ook vaste kracht putten om ons te woord te staan. Even was het stil. Dussault draaide zichtbaar geërgerd zijn ogen naar boven. Hij zuchtte een keer, maar gaf tot onze verbazing geen antwoord. In plaats daarvan liep hij naar de kapeldeur, opende deze en bleef op ons staan wachten. We volgden hem door de gangen naar de hoogste etage van de abdij. Hier opende hij een kamerdeur en gebood ons naar binnen te gaan. Ik wens u een goede nacht. En gezien uw haast om pater Sautin te spreken, neem ik aan dat u morgen weer naar Nederland vertrekt. Ik laat het ontbijt om 6:00 klaarzetten in de refter. Ik zal u morgen niet meer kunnen ontmoeten, want er wachten nog andere zaken op mij. Dus adieu. Het laatste kwam er bits uit en we begrepen zijn hint. Dussault draaide zich om en liep met grote passen van ons weg. We hadden hem overwonnen. In de kamer lag Père Sautin ons vanuit een houten bed bleekjes aan te staren. Aan zijn zijde zat een monnik te waken. Een klein schemerlampje stond op het kastje naast zijn bed. Naast de lamp lagen enkele sinaasappelen en stond een glas water. Sautin knikte zijn hoofd als begroeting. De prior boog zich nu over de oude zieke man en sprak, onverstaanbaar voor mij, enkele troostende woorden. Onderwijl vroeg ik de monnik om ons even alleen te laten met Père Sautin. Zonder weerwoord te geven, verliet hij de kamer. De prior streelde Sautin zachtjes over zijn klamme hoofd en begon met gedempte stem over ons werkelijke onderzoek te vertellen. De monnik kon zich Père Justine nog goed herinneren en hij raakte bij die herinnering enigszins geëmotioneerd. Hij begon vreselijk te hoesten en zweetpareltjes vormden zich op zijn gezicht. Ik gaf hem snel een paar slokjes water en maande hem rustig te blijven. Diep en onregelmatig ademend, zonder nog een woord te zeggen, bleef hij ons aanstaren. We gaven hem een rustpauze. Met een zachte, heese stem vroeg hij plotseling... Boek. We knikten en de prior antwoordde... Ja, dat hebben we gevonden. Alleen ontbreekt het laatste hoofdstuk. Sautin sloot zijn ogen en zei... Het was ons nu duidelijk. De abt was de spil in deze verdoemde abdij. De minuten verstreken en Sautin vertelde ons over de obscure praktijken van Dussault. Tussen iedere nieuwe zin nam hij even een pauze.
Hij had het over het grote geheim van Jeruzalem, waarvan de sleutel daadwerkelijk in de symboliek van het schilderij in de bibliotheek was verborgen. Het doek was pas zo'n 50 jaar geleden geschilderd toen de bibliotheek opnieuw was ingericht. Hij sprak verder onsamenhangend over een politiek-economisch complot dat reeds tientallen jaren door een geheim genootschap was voorbereid en in de komende jaren gestalte zou krijgen. Hierover waren wij trouwens niet erg verbaasd, want we vermoeden al langer de betrokkenheid van de FVC bij een groot complot. Af en toe onderbrak Sautin zijn woorden door een hevige hoestbuik, waarbij soms harde brokken slijm en bloed uit zijn mond schoot. Het was aandoenlijk, maar we bleven doorvragen en geen de oude monnik niet leek te deren. Want af en toe glimlachte hij naar ons. Belangrijk waren verder zijn opmerkingen over een man uit Londen die de grootmeester van het broederschap was. Onmiskenbaar sprak hij nu over Harold Archer. Hij waarschuwde ons voor de politieke macht die de broederschap inmiddels had verworven en het streven naar de stichting van een werelddictatuur en uiteindelijk het rijk van de antichrist, precies zoals het in de openbaring van Johannes stond geprofeteerd. Een sinister rijk dat geworteld zou zijn in een Keltische rite in plaats van de Germaanse uit het Derde Rijk. Het zou het Vierde Rijk worden, heilig, maar zeker niet Rooms. Herhaaldelijk hoorden we hem over Adolf Hitler spreken, maar in welke samenhang werd ons niet duidelijk. De prior vroeg Sautin ook nog naar de precieze rol die Dussault hierin speelde, maar het antwoord van de monnik werd gesmoord in het gerochel dat uit zijn keel kwam. Sautin was aan het einde van zijn krachten en het zou niet verstandig zijn geweest om hem nog meer vragen te stellen. Zwijgzaam bleven we nog een tijdje op de rand van het bed zitten, tot de monnik de wacht van ons zou overnemen. Ik zag dat de bleke handen van Sautin zachtjes trilden en zweetdruppels langs zijn slapen liepen. Met een handdoekje droogde ik zijn voorhoofd. Sautin kreunde. Enkele minuten later hoorden we de monnik aankomen. De prior maakte met de zijkant van zijn duim nog snel een kruisje op het voorhoofd van de stervende Sautin. We wensten de monnik veel sterkte met zijn nachtwaken en liepen daarna naar onze kamers. Het gesprek met de oude Sautin was het onderste uit de kan geweest.